Als je elke avond op het toneel een topprestatie moet leveren, is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je er een gezonde levensstijl op nahoudt. En dat geldt natuurlijk ook voor de acteurs van Eten met Vrienden. Rick Engelkes, Lone van Roosendaal, Mirjana van Rijden en Kees Boot spelen twee bevriende stellen die de passie in hun huwelijk zijn kwijtgeraakt. Het enige wat ze nog bij elkaar houdt is eten en een goed glas wijn. En ja, dan gaan bij Karin alle alarmbellen rinkelen. Hier gaat het straks allemaal gebeuren. Alles staat klaar voor de voorstelling, maar nu de acteurs nog. Tom, ga bij me weg. Wat? We zaten daar. En ik had het gewoon niet meer. Ik kon het gewoon niet. Mirjana, kun je vertellen welke rol jij vanavond speelt? Ik speel de rol van Debbie. Ik ben getrouwd, nog wel, met Tom. We zijn een stel. We zijn een jaar of 10, 12 getrouwd. We hebben twee kinderen. En het gaat niet zo lekker tussen ons. Ik ben op zakenreis, kom terug en kom erachter dat onze beste vrienden te horen hebben gekregen dat we uit elkaar gaan. Maar ik ben daar niet bij geweest. Ik hoef niet te weten wat jij denkt. Ik wil alleen maar dat je me aanhoort. Is dat te veel gevraagd? Je hebt me daar door en door zwart zitten maken. Nu zijn mijn beste vrienden. Ja, het is zo'n avond dat je vrienden komen eten en dat even dat andere stel, je allerbeste vriend eigenlijk, mijn allerbeste vriend, bij zijn vrouw weggaat. En mij eigenlijk daar ook niet in eerste instantie heeft daarin betrokken. Dus je krijgt dat eigenlijk op die avond te horen en verwacht toch een beetje dat ik voor hem partij kies. En ik hou het nog wel een beetje in het midden. Ik neem het hem wel kwalijk, maar zij heeft is meteen snoeihard en heeft zoiets van ik kan hem nooit meer zien. Weg ermee, ja. Dat is al een lach. Zo'n toneelstuk vergt natuurlijk veel energie. Een goede maaltijd is dus belangrijk. Even verderop hebben ze een tafel gereserveerd in een restaurant. En Karin zou Karin niet zijn als ze ook niet even zou aanschuiven. Hebben jullie lekker gegeten? Ja, heerlijk. Jullie zijn helemaal klaar voor vanavond? Ja. Je moet natuurlijk echt fit en energiek blijven, want je maakt natuurlijk hele lange dagen en maandenlang op rij. En dan kom je natuurlijk een beetje op mijn terrein terecht over voeding, gezondheid en fitheid. Houden jullie daar dan ook rekening mee als je hier 's avonds zit te eten? Ja, niet altijd, maar. Nou ja, jullie minder, maar ik zal nooit in. We hadden laatst een of andere, wat was het? Drumsteak van 350 gram. Ja, nou, 350 gram. 350 gram. Maar dan ben ik echt niet meer. Als ik het al opkrijg, dan moet je me in de rolstoel zitten. Ik ben niet meer vooruit. Maar dat doen wij ook niet elkaar. Maar daar word je ook echt heel moe van. Ik neem een visje voor. Visjes licht, dat gaat snel. Ja. En doen jullie verder nog iets om fit en energiek te blijven? Sporten? Ja, zeker. Hardlopen, fitness. Maar ook echt elke ochtend? Nou, elke ochtend erin? Ik wil het niet. Stoer namelijk. Gisteren ben ik weer begonnen. Nee. ik doe het wel. Nee, niet elke ochtend. Maar wel met regelmaat. Ja, ik doe het toch wel een paar keer. Zeker wel een paar keer in de week. Nieuwsgierig geworden? Eten met Vrienden speelt tot 12 mei in verschillende theaters in Nederland. Voelen jullie op dit moment? Ja? Ik vond het echt een topprestatie hoor. Ja, ik bedoel, het is zo gaaf om te zien. Ja, dat spatte er echt af. Ik vind het echt leuk om te horen. Dus, ik wou jullie hartstikke bedanken. Ja, dat ik van zo dichtbij mocht meemaken. Heel veel succes met alles. Dankjewel. Hoi.